Ons allereerste ontbijtje, Lau. Beautiful, of course beautiful. Heb je lekker geslapen, Eve? Ja, lekker in de 24-zitkamer. Prima, ja. Ja. Vandaag beginnen we als strippie. Ja. De trip. Wow, today's the day. Today, I think I'm dead because I'm scared of the shark. But. We can survive. I don't see because I don't have glasses. It's good. It's good. Just take off your glasses. Yeah, and don't be scared. Okay, nou, wij gaan lekker ontbijten en dan zien jullie ons zo terug op de boot. Doei. Doei. Nou, hallo dames en heren. We zijn op Fiji. We zijn nu te wachten op de boot. Nog een uurtje. We hebben een hele boottrip geboekt voor 12 dagen. Alle eilanden gaan we zien. Dus zin in. Gaan jullie dus ook zien, hè? Wow. Ja, hoop ik. Als we de camera niet kwijtraken. Maar... Nou, dat of vrienden. Ja. Is een deal. Nee, dat moet wel goed komen. Ja. Nou, zie je dan maar weer. Dit was het. Ja. Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Heel erg kort en heel erg krachtig. Bye. Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja? Ik heb een toeter op een waterscooter. Daarmee toeter ik naar elke vrouw. Ik heb een ik heb een schat. Auw, ik sta op een steen. Wauw, kijk er even jongens. Zo, het is een heel geel, ja, een hele gele vlek. Zijn jullie oké? Auw, heel veel stenen ook. Yeah. A lot of stones. Ja. Auw, het voelt me gewoon. Het is echt soepel, hè? Helemaal, daar zijn we. Hallo. Oh, we zitten weer het tegenlicht. Ik denk het wel, ja. Stemmen! Als je niet ziet, is het ernstig winderig. Nee, het is helemaal niet winderig. Het is vandaag een beetje een regenachtige dag. Beetje heel dag geregend. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 2:00, 3:00? Ik heb geen idee meer hoe laat het is. Gisteravond zijn we, zoals jullie niet van ons verwacht zijn, iets te hard gegaan. We zaten hier al bij zo'n lokaal barretje en cocktail nummer 8 kwam voorbij op een gegeven moment. We dachten, ja, doe maar. Nou, waarom? Nee. Ja, toen nog spelletjes spelen met bij de hostel. Ja, top! Dat je zo'n lijn en dan zei hij ja, dan moet je van zee naar zand springen. Nou, ik was zo lam, ik tiefde helemaal om. Ja, we zijn gevallen met z'n tweeën, ja. Dat is top! Heel, al die lokale mensen helemaal lachen. Jezus Christus, man. Kom maar hier. Ja, de professional pakt het weer even. De professional, nou. Zijn we überhaupt aan het filmen? Ja! Dat is het nog een wonder. Zie je, de professional pakt het weer even ook, hè? Nee, dus gisteravond iets te hard. En toen vannacht, om een uurtje op, 12 of zo, ging het regenen. Jee, ja, jij hebt er natuurlijk doorheen geslapen. Ja, ik was wel lang gevallen. Ik was gelijk in slaap gevallen. En Lau maakt even een mooie muurschildering. Wat gaan we doen? Die denkt dat we hier opgesloten zitten en dat de vliegtuigen zeg maar ons moeten redden. Nee, maar het weer hier vandaag is dus zeg maar 4 keer niks. We zouden naar Cloud 9 gaan. Maar dat was het cloud net niet. Wat het regent. Ja, nu niet meer. Nu schijnt het zonnetje, maar het is fucking winderig. Het is lekker winderig. Dus ik hoop ook dat je er iets kan van verstaan. Maar ik denk het niet. Maar we zien het zo meteen. Als we het gaan bekijken. Nou, wij gaan nog heel even een strandwandeling maken. Maar niet te ver. Want we zijn backpackers. En dat is dus een heel dure short. En daar mogen wij niet komen. Ja. Dus het is een wandelingetje van 3 minuten. Maar hey, elke wandeling is streng. Ja joh, dan zien we nog wat. Dan zien we nog wat, ja. In plaats van regen. Oh, ik hoop dat die gozer niet komt gisteren. Ja, daarom wil ik het feitelijk niet te ver, weet je. Gisteren een soort van deal gemaakt met een gozer. Dat we voor goedkoper naar de Cloud 9 konden. Dus wij gisteravond helemaal in het dorpje, helemaal secret, helemaal die deal maken. Ja, je mag echt niet zeggen tegen die mensen van het hostel. Toen zei oké.
kwamen we erachter dat het in het hostel 55 was om naar Cloud 9 te gaan. En voor hem was het 60. Dat was gewoon duurder. Dus heel die vent hebben we gewoon ontweken. Maar die werkt hier dus bij de pont, bij het strand. Dus ik hoop dat we nu niet tegenkomen. Daar rennen we gewoon voor het vaderland, hoor. Voor het vaderland, ja. Laten we lekker die slippers liggen, hè? Gewoon rennen. Nee, maar dus ja, dat hebben we dus zaterdag niet gedaan. Nee. Maar misschien morgen, hè? Als het morgen lekker weer is. Snorkelen, Cloud 9. Ja, top. Dus, genoeg te doen. Gaan we doen. Nou, dus, dan zien jullie ons morgen weer. Bij de volgende. Hopelijk dag. Iets meer, je weet wel, actie. En een boertje van Eef. Altijd prettig. Ciao. Ja. Yo, zijn we weer, hoor. Yo. Oh, we hebben wel even een... We hebben het nog meegemaakt. Gehad, hoor. Jezus, jezus. $60. Nou, hij zei, ja, doe een heftig berichtje. Hij zei, ga op die hot list. Nou, het was net een tsunami. Zeik. Nou, dat waren we dus. Dan we naar proost, jongens. Nou, cheers. Salut. Lekker. Moest heel naar de drankje staan. Nog. Even gezwommen in de zee, even gepist. Ja. Ja, is dus lekker vreten en nog meer zuipen. En dan zien we wel later naar huis gaan. Dag.
Opnieuw. Ja, we zitten in het frame. Het is een miracle. Nou, hey. Ja, het zit verbetering in, hè? Verbeterpuntjes. Misschien wel een beetje tegenlicht, maar... goed. Weer even een updateje. We zijn hier aangekomen bij het volgende eiland. Supermooi. En we zijn bij een familie terechtgekomen. Heel aardig. Koken elke dag voor ons. Dit is een homestay. Dus we slapen zeg maar in hun huis. En ze hebben dus 3 kinderen. Die echt ADHD hebben. Schreeuwen. En die om 6 uur 's ochtends begint te schreeuwen. Ze zijn 5 uur al deze. 5 uur. Maar ja, gelukkig zitten we maar voor 2 nachtjes. Yes. Dus dat scheelt. We overleven het wel. Ja. Nou, gisteravond hadden we lekker een kava-avond. Dus even uitleggen een kava-avond, ja. Wat kava is. Het was onze eerste proef in Expeditie Robinson. Ja. Gingen we kotsen of niet? Het is net alsof je een bedorven kokosnoot drinkt. Nee, ze doen laten we zeggen een beetje aarde en modder en alles erin. En dan moet je dus opdrinken en dan word je dus een beetje een soort van high of een beetje lacherig en je gaat lekker slapen. Nou, we hadden dus een hele kava-avond. Gingen we allemaal gitaar spelen en zingen met kampvuur. Het was wel gezellig. En die kava werd doorgegeven alsof het, alsof het een dikke was. Joint was. Jee. Nou, dus nog een ronde, nog een ronde. En ja, het is onbeleefd om nee te zeggen. Dus Tim en ik... Jezus, ik ging bijna op mijn zagen. Echt heel ranzig. We denken echt 5 van die kopjes op. Jezus. En daarna, we voelden ons echt vaag. Heel vaag. Je tong helemaal te tintelen. En je voeten. En, en je voelt je een beetje lacherig. En nou, heel gek. Toen kwamen we terug in ons geweldige homestay. Lag onze vader Adam. Ja, die lag een boom te zagen. Jezus. Snurken, jongens. Ik dacht dat dit erg was. Nou, dit is er niet. Ik ben gewoon blij dat dit naast me ligt. Wat een gesnurk. Nou, het was niet gezond. Als we vanavond kunnen opnemen, laten we even een stukje horen. Maar het was... Jezus. Ik heb een remixje van. Jezus. Ja, we zouden dus vandaag gaan snorkelen met haaien. Maar dat begon om 7 uur. En we zijn om 8 uur wakker geworden, dus we waren te laat. Maar niemand had ons ook dat verteld. Verteld dat we echt om 7 uur. Ze zeiden ja, rond 7 uur gaan we dat doen. Ja, wij dachten, nou, 8 uur is prima. Half 8. En dus misschien dat we om 10 uur vandaag het nog kunnen doen. En anders gaan we het op de volgende eiland doen. Ja, we nog tijd had. Geen haast. En misschien willen we vandaag de bergbeklimming doen. Dat gaan we sowieso doen. Ja, dat gaan we sowieso doen. Ze hebben hier echt een tyfus grote berg. En die guy van gisteren zei van, ik ben wel jullie gids, prima. Een beetje een enge groep. Dus gewoon met alle, met de hippie hiernaast. We hebben twee vrienden van het vorige hostel, die zitten hier. Verdwaalde hippie en een meisje uit Duitsland, te grappig. Wat en een meisje uit Nederland. 17. Oh, en een gozer uit Chili. Ja, en die gaat ook mee. Chili. Ja. Ja, nou, heel het ding gaat mee. Heel de crew. Het is echt wel gezellig. Ja. Wacht, ik zal even een rondleiding geven. Even geef jij even de rondleiding. Ja. Het is hier ook heel erg. Nou ja, dit is dus ons huisje. Warm. Heel erg warm. Ja, doe het weerbericht. Het weerbericht. Het is plakkerig, zweterig. Het grappige is, het is hier zo primitief dat je jezelf moet wassen met water en een emmertje. Ja, het is gewoon primitief tot de primitiefste. En als je moet kakken, dan ben je wel heel wat vissen. Dus we kakken met z'n 3 tegelijk in 1 keer op. Dan heb je in 1 keer die lucht. En dan is maar hopen dat iemand de wc fixt. Maar goed, daar doen we het allemaal voor dit uitzicht. Dit is, laat maar zeggen, het dorpje. Dit is onze hangplek. Hier, ik weet niet wat het is, maar dat knalt uit de boom. Bijna gewoon zelfmoord. Nou ja, dit is dus het andere huisje waar die andere backpacks zitten. En hier willen we dus naartoe gaan vandaag. De grote berg. Ja, het is wel echt een heel schattig eilandje. Dit is dan het dorpje. Daar heb je een kerk. Moeten we even heen voor al onze zinden. En het strand. Ja, het is prachtig hoor. Prachtig. Nou ja. Dat, dat is het tot nu toe. Dus volgende update. Misschien hebben we gesnorkeld met de haaien. Misschien ook niet. Ik denk het ook niet. En we hebben sowieso de wandeling gedaan, dus neem vlogje ook wel mee naar de wandeling. En dan, sowieso, voor een mooi uitzicht. Dan gaan we mooie beelden maken hoor. Mooie cinema. Ja. Nou, dag, tot de volgende. Eve heeft net haar eerste douche genomen. Eve, vertel even, hoe ging het proces? Je hebt zo'n emmer.
met een bakje erin, hè. En dan tief je haar naar voren. En dan pak je er één keer overheen. Nou ja, dat water is ijskoud. Dus jij krijgt mij al een hartaanval. En je denkt, jezus, dat gaat mijn hart. Doorzetten even, hè. Kom maar, je kan het. Nou, insoppen. En dan moet je, omdat er sop in zit, moet je 5 keer dat bakje eroverheen pleuren. Nou, dan gaat je hart helemaal rikken, tikken, tikken. Rikken, tikken, tikken. Rikken, tikken, tikken. En dan denk je, ja, ik moet ook mijn lichaam doen. Nou, dan ga je dood. Want ja, ik ben helemaal natuurlijk 5 graden verbrand. Dus ja, mijn lichaam is nogal warm. En dan tief je dat ding eroverheen. Nou, dan gaat bijna dood. Maar op zich is het nog te doen. Ja, we zijn weer opgefrist, hè. We zijn weer opgefrist? Ja. Nou ja, soorten van. Met. En nu zit je in het voetenbadje. IJskoud, tyfus water. Evelien is volle poten. Is zo verbrand dat haar voeten zeg maar 17 keer zo dik zijn geworden. Ja. Maar alles voor de ten. Alles maar nou, de ten die komt niet meer. Ik ga gewoon vervellen en dan word ik weer Casper het Spooky. Dus ja, ik weet niet waarvoor we het doen. Maar alles voor de Instagram pics. Nou ja, we waren gewoon in slaap gevallen in de zon. Ja, dat is geen goed idee. Zeker niet als je Casper het Spooky bent. Dan gaat het naar de lobster, Casper het Lobster. Casper het Lobster. Ja. Oh. Maar door met de dag beter. Ja, het is een proces, hè? Dit is een proces. Ja. Oké, nou dag vrienden. Yes, ladies and gentlemen, we're going to the shower. Lekker geluid dag voor ons. So this is our shower now. Yeah. Wow! Maar de water is very, very clean. Why me? Oh, Lau, if you're thinking about drowning. Nou, wij gaan even lekker douchen. Ciao! Ciao!